ga een uurtje of 2 baars vissen op het kanaal met twistertjes. Ik begin met deze en dan maak ik kleine worpjes mee van 5 tot 3 meter voor het talud. Vang ik niks, dan schakel ik over op deze centimeter of 2 en blijf ik op het talud. Is dat ook niks, dan ga ik wat zwaarder en wat groter en dan ga ik vissen, zeg maar, vanaf de vaargeul richting het talud. Ik ben veroordeeld tot dit kanaal, want dit is het enige water in de buurt waar over een langere afstand gemaaid is. Al begint het alweer aardig dicht te groeien aan de linkerkant. En dat is nou net de enige kant waar je kan vissen. Eerste worp. Losgeschoten. Eerste worp. Volop aanbeten hier, maar ze zijn erg klein. Ik ga een stukje verder. Dit is wat ik hier haak op het ogenblik. Hele kleine baarsjes. Ik ben een kwartiertje bezig en ik krijg zo'n beetje elke derde worp een aanbeet. Ik haak er maar heel weinig, want ze zijn erg klein. Zelfs op dat middelgrote 3 centimeter lange twistertje heb ik meer missers dan hangers. Ik ga een stukje verderop proberen. Heel langzaam worden ze groter. Maar het is nog niet echt indrukwekkend. De laatste boef die heeft mijn twistertje eraf gerukt. Er moest toch een nieuwe aan. Dus even proberen maar. Wat deze kleur doet. Die het net zo goed doet. Het is alweer even geleden dat er een fatsoenlijke baars tussen zat. Ik ben nou weer op zo'n plekje waar elke worp raak is. Allemaal van dit soort kleine visjes. vis weer. Om een beetje te baarzen. Jammer eigenlijk, hè, dat er op zo'n mooi water alleen maar kleine vis te vangen is. Ik ben 2 uurtjes aan het vissen en ik heb een belachelijke hoeveelheid baars gevangen. Hoofdzakelijk kleintjes, zoals je gezien hebt, maar toch wel leuk. Ik merk dat die baars eigenlijk alleen maar actief is op plekken waar je het speldaas ziet. Dus ik zie er niet veel heil in om nou met een grotere twister op diepe water te gaan vissen. Ik geef het nog een half uurtje en dan pak ik in. Als ik nog wat leuks vang, dan laat ik het zien. En anders, tot de volgende keer.